doorgaan, dan scoort. Reve mag hem over buiten het spel. Scheidsrechter laat doorgaan, dan scoort Kloezewits. Met Van den Berg en Robbenmond. Meestal is het Robbenmond, nu ook. Is het Van den Berg, nu ook. Met Van den Berg en Robbenmond. Meestal is het Robbenmond, nu ook. Is het Van den Berg, nu ook. En de bal wordt in het doel. 1-1, binnen de minuut. De gelijkmaker van Kloezewits. Dat is een sensationele opening van de wedstrijd. Twee doelpunten binnen de minuut. Eerst Reggie Blinker, vervolgens Kloezewits. Stuart Jong gaat door. Missers achterin, niet één, maar twee keer. Dit is een kans die laat je niet flippen. Dat doet Kloezewits dan ook niet. Van Mol. Hey, Kloezewits. Misser. 2-2. Het is onvoorstelbaar wat er hier gebeurt. Kloezewits pakt de tweede goal. Het staat gelijk in de Galgenwaard. Maar kijk wat er gebeurt. Een hele gemakkelijke bal voor Heijen. Raakt de bal niet goed. Kloezewits gaat door. Blijft koel. Diagonaal laag. 2-2. Dit is Kuijs. Kloezewits heeft een nieuwe tegenstander. Dat is Van der Woerd, maar die is weg. Daar gaat Kloezewits. Kapt. Haalt uit, scoort. Drie treffers in één helft voor Kloezewits. 35 minuten van voetbal. 3-2 voor FC Utrecht. De derde treffer van Kloezewits kreeg een nieuwe tegenstander. Van der Woerd was de man. Hij is weg. Kijk wat er gebeurt. Geen buitenspel. Kloezewits gaat door. Blijft heel rustig. Kapt Brunswijk uit. Daar gaat de bal in de verre hoek. Wat een eerste helft voor deze bal. Drie treffers binnen 36. Voor zijn neus. Beschikt over een mooie trap. Hier is die bal. Daar is Kloezewits. En na 62 minuten komt Utrecht zo waar op voorsprong. Igor Kloezewits. Hier zomaar een gelukje. Kloezewits alleen op Grim. Ja, en heeft Grim hem nou wel of niet geraakt? Bij het veelvuldig zien van de beelden moest iedereen concluderen dat Grim eigenlijk hier niks doet. Het is een handige actie van Kloezewits die de bal al lang kwijt is, maar dit is niet altijd doorslaggevend. Maar over deze schok is nog wel heen te komen. Het is niet terecht, maar goed, men accepteert het. Maar vervolgens krijgt Grim ook de rode kaart van Luijngen. En daar begrijpt Grim het fysiek beter. Paast op Kloezewits. En die kan dan heel makkelijk tussen twee Ajaxiën scoren. Ongelooflijk dat het zo eenvoudig gaat. Het zou 7 minuten voor het einde wel de overwinning betekenen voor Utrecht. Vreve met de voorzet. En Kloezewits uiteindelijk, hij is weer de matchwinner. Aankomen Utrecht in de dying seconds van de wedstrijd. Als je denkt van we gaan met 0-0 naar het eind. Utrecht, ja, met Kloezewits. Die neemt hem gewoon op de slot. Hest, die baalt. En wat kan Fortuna dan nog? Ja, het shirt moet weer aan, dat speelt iets makkelijk. Hem al aankomen. Utrecht in de dying seconds van de wedstrijd. Als je denkt van we gaan met 0-0 naar het end. Utrecht, ja, met Kloezewits. Die neemt hem gewoon op de slot in de... Kloezewits. Met Kuyt. Kloezewits is er langs bij Redeker. Kloezewits, tweede kant van de wedstrijd. Ruim om Postma heen. En binnengeschoten door Kloezewits. 16e goal van Igor Kloezewits. De combinatie begint op het middenveld met Kuyt die hem goed achter Redeker legt. En dan gaat Kloezewits in eerste instantie ruim om Postma heen. En met hulp van de man op de lijn is het 1-0. Van den Berg. Sjoerd John. En 2-1. Kloezewits. Je ziet hem nauwelijks, Igor Kloezewits. Maar als de voorzet dan een keer op maat is, komt hij voortreffelijk binnen. De paas op Van den Berg. Kloezewits weer. Van den Berg. Van den Berg. 3-1. En zo maakt FC Utrecht het op een fraaie manier af. En weer een hoofdrol voor Igor Kloezewits. Die deed Van den Berg
vrij voor Posma zet met een subtiel hakje. En dat is Vlucevic die... Erg in de basis. In de 14e minuut zit een prima voorzet van Tom van Mol. En het doelpunt is van Igor Vlucevic. Het is zijn zeeschaard vanwege een schorsing. Daardoor deed Van den Berg in de basis. In de 14e minuut zit een prima voorzet van Tom van Mol. En het doelpunt is van Igor Vlucevic. Het is zijn 17e van het seizoen. Eén keer voorgeven. Vlucevic. 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 Utrecht begint aan de tweede helft zoals het de eerste helft afsloot. Mooi is Vlucevic. Utrecht begint aan de tweede helft zoals het de eerste helft afsloot. Op Vlucevic. Kuit. En Tangen. 5-0. Een schitterende aanval van FC Utrecht. Afgerond door Stefan Tangen. Even op Zwaanswijk. Prachtig geschoten. En de rebound is voor Igor Vlucevic. 6-0. Tangen neemt de tijd om het centrale duo Zwaanswijk Roest de gelegenheid te geven daar te verschijnen. En het is Vlucevic die raakt. Zo om en nabij, halverwege de eerste helft is het dan wel raak. Er was al een aantal mogelijkheden, maar Utrecht tweede hoekschop. Stelt Vlucevic in staat om de bal in het doel te koppen en Utrecht een voorsprong te verzorgen. Begin. Van den Berg de ruimte gecreëerd door Vlucevic en de Utrechtse treffer van Tangen. Voorzitter, zorgen voor veel gevaar en dit keer is het Vlucevic. Voor 3-1, het gaat plotseling snel. Kalac kan boos zijn wat hij wil. Vlucevic heeft zijn tweede van de wedstrijd te pakken en Utrecht twee doelpunten voorsprong. En weer een goede voorzet, in dit geval van rechts van Vreven verzilverd. Vlucevic, Touzani, Kuit, Vlucevic. De eerste aanval is het perfecte en zou een goal moeten opleveren. Maar alleen dat laatst, Kuit, Arts. Prima bal. Nou gaat het om pure snelheid. Dave van den Berg sneller dan Lamey bij de tweede paal. Gaat die bal erin, die bal niet al erin. Prachtige goal van FC Utrecht via Vlucevic. En het is zeker.